De politie zoekt getuigen van een diefstal die zaterdagmiddag 26 maart rond 10 minuten voor half 2 plaatsvond. in een aanleunwoning aan de gasthuis Lingenlaan in Tiel. Een onbekende man deed zich voor als politiemedewerker en werd daarop binnengelaten door een 84-jarige bewoonster. Hij vroeg meteen naar sieraden en geld en overdonderde de vrouw. De dader ging er met diverse sieraden te voet vandoor. Hij stak de weg voor de woning over in de richting van winkelcentrum west -Rooijen. De 84-jarige vrouw zag tijdens de diefstal nog kans om een deur te openen en om hulp te roepen. Maar tevergeefs. Ze bleef ongedeerd, maar mist enkele horloges en meerdere sieraden. Een dochter van de vrouw waarschuwde de politie die meteen ter plaatse kwam voor onderzoek. Er is een aangifte opgenomen en in de directe omgeving werden enkele achtergelaten zaken teruggevonden. Uit het eerste politieonderzoek bleek dat de man bij meer woningen aangebeld en zich daarbij onder meer had voorgedaan als medewerker van de woningbouwvereniging. Het signalement van de verdachte luidt als volgt. Het gaat om een getinte man van tussen de 30 en de 35 jaar oud. Heeft een lengte van rond de 1,75 meter, heeft een fors postuur, kort zwart haar, hij droeg een bril, donkerblauwe korte jas en een donkere broek. Getuigen die de man zaterdagmiddag hebben gezien bij de woningen aan de Lingelaan, hebben zien weglopen richting winkelcentrum Westrooy of andere informatie hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn, die worden verzocht contact op te nemen met de politie in Tiel. Dit kan via telefoonnummer 0900 8844.